Verschillende recreatiedomeinen in Vlaanderen hebben al meermaals last gehad van criminele feiten. Zo ook hier in Sinterklaas, op het recreatiedomein De Ster, hebben zich al problemen voorgedaan met allochtone jongeren. Wat vorige week hier gebeurd is, tart toch wel elke verbeelding. En dit na nog maar een feit van 2 jaar geleden dat verschillende horecazaken hier de deur hebben moeten sluiten, verplicht omdat de criminele daden hun te veel werden. Het leven werd zuur gemaakt voor de bezoekers, hun kinderen en de omwonenden. Vorige week hier werd ezeltje Nicky verkracht en vastgebonden met plakband. Nu, het feit dat dergelijke gebeurtenissen hier zich voordoen, maakt voor ons de boodschap duidelijk om hier te staan met de slogan met de dieren tegen de beesten. Want wie dergelijke feiten pleegt, die is werkelijk een beest. Mogen de berechting van deze persoon of personen evenredig zijn aan de daden. Met de dieren tegen de beesten. En er werd stoere taal gesproken en er werd verhoogde politieaanwezigheid verwacht of beloofd, maar weinig daden. En daarom hebben wij de voorbije dagen hier op het recreatiedomein en daar rond gepatrouilleerd. Maar weinig beveiliging hebben wij hier gezien. En daarom, een verwittig man is er 2 waard. Wij patrouilleren hier met voorpost.